Hij is de baas voor één dag bij Crossums. Oké. Okay. Dus ik moet naar jou luisteren vandaag. Zeker. Oké. Okay. Nu moet jij betalen. Schiet eens op. Je bent te laat, jongen. Te laat? Ja, jij? Ik ben pas. Ja. Als jij iemand zou moeten ontslaan van Crossums, wie zou je ontslaan? Ik ga niet open. Ja. Jij bent vandaag de hele dag de baas van Crossums. Oké. Dus jij bepaalt vandaag wat er gebeurt. Baas, jongen. Jij bent de baas? Ja. Ben je echt de baas? Ja. Oké dan. Vooruit. Ze wil zeggen dat ik naar jou moet luisteren. Ja. Gaan we maar doen dan. Dat is goed. Wel normaal dingen opvragen, hè? Waarom krijg ik dan? Nou, dat is goed. Vooruit. Ik ben de baas. Baas? Hij is de baas voor één dag bij Crossums. Oké. Okay. Dus ik moet naar jou luisteren vandaag. Oké, okay. Nou, is goed. Is een keer wat anders. Dus het eerste wat hij wil gaan doen als hij baas is, is... Dat is gymnastiek. Nou, gaan we lekker springen. Doei. Ik ben benieuwd. Hoe laat moest jij beginnen, Aldo? Half één. Weet je wat het probleem was? De NS deed weer nieuw wat ze moesten doen. Dus we moeten van. Laten we even maar werken. Ja, dat is goed. De baas moet wel even uittesten hoe de foto ja, jongen. Is. Vanavond mag jij hem opkloppen. Dus ik moet hem zo filmen bij jou. Wij moeten ook een klein beetje werken als baas zijnde. Dus we gaan even op pad, jongen. We gaan even tanken. Is goed. Ketje op de post doen. Is goed. Heb jij nog ideeën wat je wilt doen? Wat te eten. Eten? Ja. Dan gaan we maar eten. Jij bent de baas. Heb je nog voorkeuren? Nee, maakt niet uit. Sushi? Caviar? McDonald's? Ja. Nou, dan gaan wij naar de McDonald's. Ja, is goed. Ben je klaar? Ja. Rij jij? Ik heb nog geen rijbewijs. Nou, boeien. Ja, dan krijg ik bekeuring. Weet je hoe jij moet uitrijden? Nee, ik ben te klein voor. Waar gaan we heen? Eerst pakketje, daarna naar de McDonald's en dan tanken. Lekker Mackie! Zeker. Hey, je personeel komt eraan. Je bent te laat, Brett. Brettje is te laat. Hey, stage lopen. Je bent te laat, jongen. Te laat? Ja. Ja, wat nou? Te laat. Ja, te laat. Hey, mooi op tijd. Nee, hij is de baas. Ik ben de baas. Hij is de baas. Ja. Hij is de baas voor één dag. Dat is normaal, man. Dus chop chop naar binnen. Wat is mijn straf nou? Mag ik sigaretje nog pompen? Goed zo. Doei. Tot straks. We gaan naar de Mac. Wat? Doei. Belachelijk, nou doei. Doei. Robin, eerste klusje, jongen. Wat gaan we doen? Pakketje afleveren. Ja, ja, t-shirt heeft iemand besteld. Ja. Dan gaan we opsturen, jongen. Zet hem op. Dankjewel. Niet die winkel leeg kopen, hè. Hallo. Ging je goed? Ja. Alleen er was een man die was de hele tijd aan het zeuren. Waar dan? Ja, die deed dat over een pakketje. Wat zei jij? Schiet eens op. Dus wat gaan we nu doen? Naar de Mackie. Naar de Mac. Ja. Waar ga je pakken, baas? Sowieso voor de crew. Waar ga je de crew ook eten geven? Ja. Oh, dan ben jij zo wel een goede baas, ja. Ja. Waar ga je pakken, baas? Die. Voor een minuutje. Kaas, blech. Zo. Ja. En mag ik ook nog iets? Tuurlijk. Doe maar voor mij een. Doe mij deze maar. Voordeel of groot? Saus? Drinken? Nog iets? Nee. Nu moet jij betalen. Zo moet ik betalen, jij bent de baas. Ik heb geen pinpas. Deze? Even kijken. Ja. Ga mij weer geld kosten.
eten. Hoe vind je het zover gaan, baas, voor vandaag? Leuk. Wat heb je nog meer voor plannen? In de avond met vrienden trampoline springen. Oh, naar wie wil je gaan springen? Sowieso met Stefano. Dan moet je me even bellen. De voicemail van... Waar staat... Zijn telefoon staat uit. Wat wil je nog meer hebben voor baas? Een shirtje. Een shirtje? Met misschien de Bos of Little en dan daaronder Bos. Wacht, dan moet ik wel even de drukker gaan bellen. Even wachten. Goedemiddag, Mikado met Marcel. Mikado met Jochen. Hoi Jochen. Wat wil je hebben? Zeg het even. Bos, dus B-O-S-S. Ja. En dan Little eronder. Ik zou gewoon zeggen de Big Bos. Ja, ik ben de Big Bos. Ja, dankjewel. Oké, okay, dan wordt de Big Bos. En wat voor kleur shirt gaat? Welke maat? Volgens mij S-XS. Kleine maat. Maar welke kleur? Doe maar blauw. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Je wilt dit blauw? Ja. Ja, en dan wordt er achterop Big Bos. En volgend ook nog iets? Crossjumps. Nee, doe maar crossjumps. Crossjumps, wel blauw? Ja. Oké. Okay. Nou, gaan we dat doen? Dank u wel. Ik laat het Jochen even weten als we hem klaar hebben. Is goed. Oké. Okay. Dank u wel, Mariska. En nu? Eten. Ja. Eet smakelijk, maatje. Dank je wel, hetzelfde. Goed begin van de dag, of niet? Zeker. Want? Mijn vader zei altijd, als je hard werkt, moet je goed eten. Ik werk super hard. Als jij iemand zou moeten ontslaan van Crossjumps, wie zou jij ontslaan? Ik denk Brett. Hij komt altijd te laat. Ja, maar wie moet dan de video's editen? Iemand anders. Oeh. Dus jij zou Brett ontslaan? Ja, ik denk het wel. Nou Brett, dan is het echt maar hopen dat ik de baas blijf, anders lach je eruit, vriend. Ik moet even hamburgers halen. Voor de andere crew. Voor Devin, voor Brett, voor de andere stageloper, voor Dico, voor Zoraida. Oh, dat heb jij goed geregeld. Meenemen toch? Ja, we moeten ze allemaal hier uitnodigen dan. Oh ja, meenemen. Puntpas. Ja. Doe je gewoon contant, mag ook. Hallo. Hey. Hey, ik ben voor één dag de baas bij Crossjumps. Ja. En ik mag bepalen wat we gaan doen. Serieus? Ja. Niet liegen. Ik lieg niet. Nee, hij liegt niet. Ik ben, ik ben gedegradeerd, jongen. Echt? Ja, ik ben echt de baas. Roman is de baas van Crossjumps. Oké. Wow. Heb je zin om dat te doen? Zeker. Oké. Okay. Wil even een papiertje meenemen, hè? Ja, zeker. Dan kom ik even langs. Mijn vriendin is ook, hè? Neem dat lekker mee. Goed. Ja, hij pikt ze dan wel, hè? Oké, okay, dan zien jullie straks. Ja, tot straks. Later. Later. Hij is helemaal hyped. Hij is helemaal hyped. Nou, dan gaan we echt crossen, want we zijn te laat. Maar ja, de baas kan te laat komen, of niet? Ja, Brett niet. Ja, diesel moet erin en moet er ongeveer voor 14 euro in. Maar je gooit er alles naast nou, hè? Ja, zet jij zo ook even de auto? Oh. Zal ik hem maar pakken? Ja, doe maar. Allee, wat ben jij een goede baas? Ik beter als mijn echte baas. Hé, hey, die hoort dit, hè? Ja, dat maakt niet uit. Het is toch? Wat vinden jullie van de nieuwe baas tot nu toe? Hey, kunnen wij niet iets boycotten of zo? Dat hij echt wil stoppen of zo? Dan zeg jij, ik neem het wel over, maar dan laat je het hem gewoon doen. Hij regelt tenminste hamburgers voor ons. Ja. Dankjewel. Wat zeg je dan? Ja, dankjewel, maar. Dankjewel, baas. Ik eet geen vleesbeer.
Eet je geen vlees meer? Nee. Waar dan? Dus ik hoef het niet. Hij mag blijven. Hij mag blijven. Hij jij jij komt gewoon je personeel om. Ja. Kunnen wij zo even gaan zitten, betreft de loonsverhoging? Ik heb het graag. Proberen. Maar stel voor, jij bent iedere dag de baas. Zou je dan iedere dag hamburgers geven? Nee, anders worden ze te dik. Dat denk ik ook, hè. Krijgen we van dat dik personeel. Ja, dan kunnen ze niet meer op die trampoline. Nee, dan worden ze te zwaar. Wat gaan we nu doen? Werken. Goed zo. Wordt er eindelijk een keer gewerkt. Ja. We gaan werkbespreking doen, of niet? Wat dan? Nou, ik zit met een paar problemen. Wat dan? Ten eerste, de tijd dat ik werk. Nee. Geintje, je bent een goede baas, hè? Je brengt tenminste hamburgers. Ja, de andere neem je hem ook mee op zomervakantie? Ik heb geen geld, moet je hem vragen. Ja, maar wat doe jij al de hele tijd? Van jouw geld pakken. Nee, ik wil eigenlijk graag heel graag 3 euro per uur in plaats van 1,50. Lekker per. En de auto van de zaak? Ja. Is dat wat? Ik heb geen geld. Ja, maar je pakt het van hem. Je hebt toch een eigen bedrijf? Ja. Oh ja. Ja, jongen, dat soort dingen ga je krijgen als je baas bent. Ja, maar dan wordt een Fiatje. Dat is goed, een Abarth. Dat is goed. Fiat Tipo Abarth. Nee, Fiat Panda. Oh, dat is ook goed, die rij lekker op. Dat is zo'n 45 kilometer. Maar die heb ik al gehad. Maar wie gaat nou dan de mailtjes doen? Brett? Brett die moet gaan editen. Vraag even of hij zijn vlog al klaar heeft. Heb je de vorige vlog al klaar? Ja. Echt? Ook met mijn dubbelbek erin. Ja? Wil je hem zien? Ja. Is goed, gaan we zo kijken. Hey baas, wat ben je nou aan het doen? Koffie. Drink jij koffie? Nee. Koffie is deze koffie. Voor Devon. Ja, je bent echt een goede baas. Waarom doe je er nou water bij? Dan vindt hij lekker. Dan kan hij het in één keer opdrinken. Oh, dan kan hij weer snel werken. Ja. Waar liggen de lepeltjes? Lepeltjes heeft hij niet nodig. Is het deze of niet? Dat is handig, hè? Dat is geen theedoek. Ja, maar om was te doen zo. Je moet een theedoek hebben. Ga ze een theedoek halen. Hé, jij kunt te ver gaan, hè? Echt niet. Echt niet. Wat was die? Wat gaan we doen, grote baas? We gaan springen met gymnastic. Alleen mijn sokken zijn te klein. Dus ik ga sokken pakken. Oh, dus jij pakt gewoon voor je eigen sokken? Ja, dan kunnen we gaan springen. Hé, hey, jongen, de baas moet toch werken? Nee. En ik kan maar werken. Ja, lekker voor je. He? En sokken voor de baas pakken. Hoe lang blijft hij nog de baas? De hele dag, tot vanavond. Ja. Wat zijn we aan het doen, grote baas? De vlog van gisteren aan het controleren. De vlog van gisteren? De vlog van zondag. Van zondag. Ja, en jij gaat zeggen of die leuk genoeg is. Oké. Is je boy Brett, ik heb het samen met en? Ja, is hij goed of is hij ja, nou doe maar voor nu even 1 week wel oké? Nee, hij is wel goed, alleen er moet nog wat muziek. Ja, nee, dat komt er nog bij. Dat ga ik fixen. Maar je zat er wel weer een paar keer in. Zeker. Ja, dat heb ik al, ja natuurlijk heb ik dat gedaan, anders was het niet goed natuurlijk in de vlog. Zeker in mijn, in mijn mooie outfit. Ja. En wat zeg je nou tegen Brett? Dankjewel, Brett. Nee, ga werken. Oh, dankjewel. Ik ga maar nu weg. Is goed, ik ga verder. Robin. Ja? Je shoot is klaar, jongen. Wat zeg je? Gaan we die nu halen of gaan we wat anders eens doen? We gaan die nu halen. Oké. Okay. Waar gaan we die halen? Mekado. Ja. Duwen. Ik ga hier niet open. Oh, je moet wel even met bruine broodram en met pindakaas eten, vriend. Hey. Hallo. Heeft je shirtje klaar? Ja. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ben er ook wel benieuwd naar. En de achterkant? Hoe vind je hem? Ik vind hem wel goed. Ja? Ja. Nou, dan mag jij hem weer afrekenen, denk ik.
Nee, we hebben hier een rekening lopen, dat komt wel goed. Luister, al onze kleren, onze truien, onze t-shirts zijn hier allemaal gemaakt. Dus, heb je shirtjes nodig in Breda? Waar moet je zijn? Mijn cadeau. Hoppakee. Dan gaan we weer snel verder, vriend. Ja. Een druk baasje. Ja. Dan gaan we weer racen. Jij rijdt, hè? Is goed. Later. Ja, zo ja. Stevig. Big Boss. Wat ben jij dan, Devin? Ja, niks. Niks meer. Gewoon een nummertje. Hey, maar kijk even wat eten, of niet? Dat mag als ik naar jou mag eten. Ja, dat mag. Zullen we dat gewoon even aan de baas gaan vragen dan? Ja. Mag ik dadelijk even wat eten voor jou? Ja, voor mij ook. Jij bent naar de Mac geweest, man. Maar ik heb honger. Wat wil je eten? Pizza. Nou, dan kan ik er dadelijk voor jou een pizza in leggen. Kijk, je hebt... Ik gewoon niet, hè. Wil je ook een pizza? Mag hij ook een pizza? Voor mij wel. Nou, dan moet je even een oogtje aangezetten, Devin. Ja. Hey baas, je kan ook te ver gaan, hè? Nee, hoor. Pizza, chocomel, lolly. Smaakt die? Ja. Jij had weer een idee. We gaan de boksbal. Op de boksbal slaan? Ja. Mag ik ook een keertje slaan? Ja. Ja? Eén keer. En wie moet er weer betalen? Ja, daar was ik al bang voor. Wacht. Hoppakee. Ga nog hard, jongen. Nee, jongens, niet hard. Ja, hij is goed. 918 is het record. Dit was het record. Nou joh, gewoon nu jij nog één keer dan. Zo. Half ding kapot zo. Hey, als je mij slaat, ben ik gewoon dood, hè. Ah, jij doet het even. Hoe voelt dat nou, Jochen? Ik ben ingemaakt door Devin. Ben ik weer zo stom. Brett, ik heb iets leuks voor jou. Ja, flipjack. Flipjack. Buiten. Buiten. Komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1. Mannetje, hoe was je stage? Leuk. Ben je moe? Ja. Ben je heel erg moe? Ik ben heel erg moe. En dat heb ik dus iedere dag als je de baas bent. Ja. Snap je nou waarom ik zoveel grijze haren heb en dat ik zo snel oud word? Ja. Ja? Hebben die jongens een beetje doorgewerkt toen ik er niet was? Nou kunnen we even zeggen. Hebben ze doorgewerkt of niet? Vooral Devin. Devin heeft hard doorgewerkt. Ja. En wie heeft er de kantjes afgelopen? Do. Maar heb je nou ook je eigen stagepapieren ingevuld of niet? Nee. Want dan moest de baas zo doen. Ja. Okay, en ik ben vergeten op school. Zo een keertje ruilen, dat jij hierheen gaat en ik naar jouw school ga. Ja. Een dag in de klas. Ik denk dat jij dat niet kan, Jochen. Nou. Nou. Welk niveau deed jij? Niet. Dan is basis inderdaad wat te moeilijk. Ja. Ik zeg later. Doei. Doei.